Leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik in Ruiterhuis Groenendaal, want ik ga vandaag lekker shoppen. En eerst laat ik wat beelden zien in de winkel, dus de dingetjes die ik ga bekijken en die ik overweeg te kopen. En uiteindelijk komt hierna dan nog een shoplog online met de dingen die ik daadwerkelijk heb gekocht. Daarnaast heb ik een superleuk nieuwtje. Ik heb namelijk een samenwerking met Stal Groenendaal. Het winkeltje waar ik nu ben heet Ruiterhuis Groenendaal. En dat bevindt zich dus op het terrein van Stal Groenendaal. Tijdens wedstrijden is deze altijd open. En door de week is die ook van dinsdag tot en met zaterdag open. En mocht er dus op zondag wedstrijden, dan is die ook open. In samenwerking met Stal Groenendaal komen er dus binnenkort heel erg veel leuke video's aan. Dus ik denk dat jullie dat allemaal wel erg interessant vinden. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Zodat jullie deze video's allemaal zien zodra ze online komen. Ze hebben echt ontzettend veel leuke dingen hier. Dus ik ga nu lekker rondkijken. En ik neem jullie mee in de winkel langs alle producten. Hier kom je dus binnen. En allereerst zie je gelijk de mooie laarzen. Echt super gaaf. Je kan ze zelf ook helemaal customizen. Ik vind bijvoorbeeld deze echt heel erg gaaf. Dan kan je dan aan de bovenkant van je laarzen met glitters. En binnenkort moet ik wel een keer nieuwe laarzen kopen. Dus dan ga ik zeker weten hier eventjes langs. Echt super gaaf wat je allemaal kan doen. En mocht je het nou fijn vinden om met joppers te rijden, dan hebben ze natuurlijk ook joppers met chaps hier. Ook echt super gave caps hier. Deze is bijvoorbeeld helemaal gecustomized. Kan je zelf kiezen wat voor een kleur randje je wil. Oh, dat is echt gaaf. Ik wil echt nog een keer een cap met zo'n grote klep. Dat vind ik echt zo mooi. Dit zijn de nieuwe wedstrijdblouses van Equiline. Het zijn in van de wintercollectie. Super gaaf. Deze heeft zo'n mooi glitterrandje van die pailletjes. Deze is zo gaaf. Er zijn allemaal glitters. Ik hou natuurlijk super veel van glitters. Maar deze komt zeker weten op mijn verlanglijstje. Nog even sparen, maar deze ga ik zeker weten kopen. Hij is echt zo mooi. Echt heel gaaf. En natuurlijk al die Equiline broeken. Echt, ik hou zoveel van Equiline broeken. Dit is echt super fijn materiaal. Dit is net een nieuwe collectie van Equiline. En deze ga ik zeker weten zo meteen even passen. En hier hebben ze allemaal rokkelhandschoenen. Als je eenmaal rokkelhandschoenen draagt, dan wil je echt geen ander merk meer. Want het zijn zulke fijne handschoenen. En deze heb ik nu zelf. Maar dit zijn echt meer elastische handschoenen. Ze zijn veel flexibeler eigenlijk. Wel heel fijn. Hier is een stuk van het elastische. Het vormt echt helemaal met je hand mee. Ik liep weer het hoekje om en toen zag ik deze handschoenen. Ook echt super fijn materiaal. En het leuke aan deze handschoenen is dat je er dus allemaal verschillende klittenbanddingetjes hebt. En dan kan je dat aan de bovenkant van de handschoen kan je dat dus verwisselen. Je kan ze dus echt helemaal naar je eigen smaak maken. En als je nou een jasje met glitters hebt, dan kan je dus de glitters erop doen. Maar heb je een jasje met steentjes, dan kan je bijvoorbeeld deze erop doen. Dus dat is echt super gaaf. Dan kan je het gewoon elke keer als je gaat rijden, kan je het aanpassen. Echt heel erg leuk. Hier leuke bodywarmer. Oh, deze is gaaf. Ik hou echt super veel van groen. Want ik heb ook groene ogen. En als ik dan iets groens heb, dan spreken mijn ogen nog meer. Ook zo'n leuk elleboogpakje. Deze ga ik zeker weten zometeen ook even passen. Super gaaf te combineren met deze. Op elkaar. Echt heel leuk. Dit ga ik zo meteen zeker weten even met elkaar passen. Om te kijken of het leuk bij elkaar staat. Hier liggen ook allemaal mutsen en sjaals. Het wordt natuurlijk steeds kouder. En helemaal in de winter is het super koud op stal.
En als je bijvoorbeeld de strand uitmesten bent of gewoon lekker op strand rondlopen bent, is het super fijn om een lekker warme muts te hebben. Deze van Ecolijn is bijvoorbeeld super lekker warm en staat ook nog eens heel erg leuk. In de winter kan natuurlijk een goede winterjas ook niet ontbreken. Bijvoorbeeld deze van Escadron. Die heeft een beetje een super dry look. Heel erg leuk. Een beetje sportief ook. Heel erg leuk als je ervan houdt. En heeft ook zo'n leuk randje. Oh, deze is ook leuk. Zelf ben ik echt helemaal weg ook van het merk Spooks. Echt een heel gaaf merk. Ook een lekker warme jas. En hier met die steentjes. Het is wel sportief, maar tegelijkertijd ook alweer een beetje chic. Leuke knoopjes en leuke details. En lekker warm natuurlijk, omdat de rits heel erg hoog kan. Oh, kijk nou wat leuk. Echt heel leuk. Een beer met een Kingsland trui aan. Het is echt zo'n lekkere beer om mee te slapen. Ook hebben ze alle verzorging hier. Van wondverzorging tot huidverzorging. Tot producten tegen rotstraal. En noem maar op, ze hebben het hier allemaal. Ook voor al je dekens kan je hier terecht. Ze hebben alle kleuren die je maar kan wensen. Van blauw tot rood, maar ook heel erg veel witte dekjes voor op wedstrijd. En heel veel verschillende merken. Hier bijvoorbeeld met een leuk glitterrandje. En wat ook heel erg gaaf is, is dat je ze dus zelf helemaal kan customizen. Hier kan je dus de kleuren allemaal uitkiezen en de koordjes. En de knoopjes, want je kan ook je jasje customizen. En daarnaast je oornetje. En je deken, dus je kan echt een heel setje maken met een oornetje. Een dekje, een deken en een rijjasje erbij. En dan kan je dus helemaal met de koordjes en de glitterbandjes zo, kan je het helemaal maken zoals je het zelf wil. Dus dat is heel erg gaaf. Naast de Italiaanse merken verkopen ze hier ook broeken in een wat lagere prijsklasse. Ze hebben bijvoorbeeld de Montar broeken. En deze vallen dus in een wat lagere prijsklasse dan de Italiaanse broeken. En deze zijn ook echt nog wel van hele fijne kwaliteit. Ze hebben verschillende. Deze is bijvoorbeeld wat meer met randjes. En net wat exclusiever. Dus die is wel iets prijziger. Maar ze hebben hier bijvoorbeeld ook gewoon broeken van €74,95. Dus ik denk dat ze voor iedereen wel wat in een goede prijsklasse hebben. En ja, zoals je ziet is er dus heel erg veel keus. Alle kleuren. Van blauw tot en met rood. En ook groen. Zelf hou ik heel erg veel van groen, zoals ik al eerder zei. Dus deze vind ik heel erg leuk. Maar ze hebben echt alle kleuren. Ook een soort jeansstof hebben ze hier tussen hangen. Dat vind ik ook altijd heel erg leuk. Ze hebben ook super veel leuke dingen voor kinderen. Hier hebben ze bijvoorbeeld allemaal leuke kleine cadeautjes. Dat kan je heel erg leuk geven tijdens een feestje bijvoorbeeld. Of je kan het lekker voor jezelf kopen. Ook kan je het op je lijstje zetten voor Sinterklaas of voor Kerst. Natuurlijk ook super leuk om een kerstboom cadeau te krijgen. Hier hebben ze ook hele leuke oorbelletjes. En My Little Pony, dat kan natuurlijk ook niet ontbreken. Daarnaast hebben ze hier van de stal ook hele leuke truien met Stal Groenendaal erop. En als je begint met rijden hebben ze bijvoorbeeld ook bodyprotectors. En ze hebben hier ook caps in een lagere prijsklasse. Dus dat is heel erg leuk als je begint met paardrijden. En daarnaast hebben ze ook een starterset als je begint met paardrijden. En dat is een complete set met een rijbroek, rijlaarzen, een cap, handschoenen en een zweepje voor maar €90. En dat is echt super handig, want toen ik begon met paardrijden was er eigenlijk nog niet zoiets. Dus als je nu begint met paardrijden is dat wel heel erg fijn. Als ik nu die mogelijkheid had, zou ik zeker dat pakket kopen. Maar dat is gewoon heel erg fijn om dat in één keer te kunnen kopen. Wat het Ruiterhuis Groenendaal dus heel erg uniek maakt, dat zijn vooral de laarzen van Fratelli Fabri. En Fleur gaat er nu wat meer over vertellen. Nou, wij hebben het alleenrecht voor dit merk gekregen nu ongeveer 2,5 jaar geleden. Het zijn Italiaanse rijlaarzen, helemaal met de hand gemaakt in Italië. Echt van de bovenkant tot aan de onderkant, tot aan de zool, alles is eigenlijk met de hand gemaakt. We verzorgen het maatwerk, maar we hebben ook bijvoorbeeld gewoon standaard laarzen. Standaard laarzen, dat betekent eigenlijk dat het gewoon direct op voorraad is. Dus
dat daarboven zie je heel veel oranje dozen. Dat is allemaal voorraad van de standaard laars. En dan hebben we ook sinds kort hebben we laarzen voor kinderen. Want we merkten eigenlijk dat het een beetje miste op de Nederlandse markt. Echt een mooie Italiaanse rijlaars voor de kinderen. Dus die hebben we eigenlijk samen met Italië, hebben wij als Nederlandse vertegenwoordiger, hebben wij dat ontwikkeld. En dat zijn eigenlijk deze geworden. Die gaan al vanaf maat 32, dus echt de kleine schattige kindjes, tot en met maat 38. En daarna kunnen ze overstromen in de gewone standaard laars. Maar dit is wel iets waar we heel, heel blij en heel trots op zijn. Maar sowieso op het merk zijn we heel trots, want alles is te customizen, alles is op maat te maken. Je hebt echt wel iets unieks, denk ik, als je het draagt. Heel graag. Daarna sponsoren we ook heel veel grotere ruiters met de laarzen onder andere. Echt wel grote namen in de paardensport. Ook heel veel jeugdige talenten. Dus zo proberen we iedereen wel een beetje te ondersteunen. En ook het merk een beetje bekender te maken in Nederland. Heel gaaf. Ja. Ik ga nu eventjes een aantal dingetjes passen. Want we hebben hier ook gewoon een heel erg mooi pashokje. Dus ik zie jullie zo weer. Tada! Het voordeel van een beige rijbroek is dat je hem dus ook met wedstrijden kan dragen. Want dat mag ook gewoon in plaats van een witte rijbroek. En zo vind ik het ook echt heel erg leuk, zo'n beige rijbroek. Zelf vind ik dan de bodywarmer niet zo heel erg mooi op deze broek. Dus dat is dan beter te combineren met een donkere rijbroek. Maar ik vind het wel echt super mooi met het truitje matchen. Dus dat vind ik zeker weten een hele leuke combinatie. Ook echt een super leuk jasje. Het is meer een tussenjasje. En hiermee kan je hem dus wat meer nog getailleerd maken. Hij is net iets te groot, maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Echt een super lekkere jas. Hij heeft dus gewoon witjes, maar de knoopjes maken het wel extra leuke details. En hij is heel lekker warm. En als het koud is, kan je ook nog deze lekker omhoog doen. Deze wordt denk ik sowieso, want ik had echt nog een jas nodig voor de winter. En hij is heel erg lekker warm. Wat ik precies heb gekocht, dat blijft nog even een verrassing. Want dat zullen jullie hierna zien in de shoplog. Dat hoort wel gewoon bij deze video, maar dat neem ik dus op als ik straks thuis ben. Inmiddels ben ik weer thuis en ik heb echt een tas van mijn producten. Ik ben wel heel erg blij met de dingen die ik heb uitgekozen. En nu ga ik ze allemaal één voor één aan jullie laten zien. Allereerst heb ik deze Hauke Schmid handschoenen uitgekozen. Zoals ik al in de video zei, zijn ze ontzettend gaaf omdat je dus de patches kan verwisselen. En op dit moment heb ik de glitters erop. Omdat ik die gewoon echt ontzettend leuk vind. Het glittert heel erg mooi. Kijk maar. En bij de blauwe dus ook. Maar ik vind ze gewoon echt ontzettend gaaf. Het is heel erg fijn materiaal. Dus ik ben benieuwd hoe ze zijn als ik ermee ga rijden. Ik ga straks naar oefenparcours en dan zal ik voor de eerste keer mee gaan rijden. Dus misschien maak ik later nog wel een keer een review video wat ik ervan vond. Maar voor nu lijken me het echt hele fijne en ontzettend gave handschoenen. Hiervoor hebben jullie al gezien dat ik het setje met een groene truitje en de beige bodywarmer heb gepast. En ik vond dit zo'n mega gave combi dat ik ervoor heb gekozen om deze ook mee te nemen. Dit was dus het groene truitje. Inmiddels staat er nu ook een logo op van Ruiterhuis Groenendaal. Dit omdat ik dus gesponsord word door hun. En met daaroverheen dus deze bodywarmer. En ook hierop staat dus het logo. En ik ben heel erg benieuwd hoe het er samen staat op een donkere broek. Want op een beige broek vond ik het niet zo heel erg mooi staan. Dus ik heb ervoor gekozen om het met een donkere broek te combineren. Jullie weten allemaal dat ik heel erg fan ben van Equiline. En ik heb er dus een donkere Equiline broek bij gekozen. Even uithalen. Deze is van de allernieuwste collectie. En zoals gewoonlijk staat hier dan dus het Equiline merkje. En hier de drie paardjes. Dat is echt het logo van Equiline. Het is echt heel erg fijn materiaal. Het is een soort wetsuit. Het is net wat dikker. Voor de winter ook speciaal. Dus als je deze rijbroek aan hebt, dan heb je het zeker weten niet koud. Want het is echt heel erg fijn materiaal. En hierbij loopt het grip ook net iets verder door dan bij de andere broeken met de kniegrip. Dus dan heb je nog net iets meer grip.
Ik ben heel erg benieuwd hoe het zal staan met de bodywarmer. Vanavond ga ik naar Oefenparcours en dan ga ik het dus als setje aantrekken. Dus mocht je nou ook heel erg benieuwd zijn hoe het samen staat, vergeet dan zeker niet de video te bekijken die hierna online komt. Dat is namelijk de video van het Oefenparcours. En bij het Oefenparcours trek ik dus het setje met het groene truitje, de bodywarmer en deze nieuwe broek van Ecoline aan. Het is alweer bijna winter en dat betekent dat een lekkere warme muts natuurlijk ook niet kan ontbreken. Dus ik heb ervoor gekozen om deze lekkere warme muts van Ecoline mee te nemen. Hier staat het merkje weer. En het pluimpje erop, dat maakt hem echt wel eventjes af. Ik zal hem nog even opzetten. Kijk, hij zit echt lekker warm om je oren. En hij staat ook nog eens heel erg leuk. Naast de producten voor mezelf heb ik ook nog wat dingetjes voor dance meegenomen. Allereerst heb ik een halster meegenomen voor dance. Hier staat ook Ruiterhuis Groenendaal. En hij is gewoon lekker basic, donkerblauw. Dus het past eigenlijk bij elke deken. Als je nou een halster hebt dat bij je deken vloekt, is dat niet zo heel erg mooi. En in de winter heb je nou eenmaal eigenlijk bijna altijd een deken om als je niet aan het rijden bent. Dus daarom vond ik het wel een heel erg fijn halster. Daarnaast heb ik ook lijnzaadolie meegenomen voor dance. Dit is extra goed voor de maag en voor de vacht. En dit doe je dus over het eten. Bij ons op stal wordt het Bix vanuit de stal gevoerd, dus dat doe ik niet zelf. Maar ik geef dance wel altijd na het rijden wat muesli. En dan kan je dus bijvoorbeeld daar overheen doen. En dit is trouwens van Ruiterhuis Groenendaal, van hun eigen merk. Ook heb ik voor dance de manen en staartgel meegenomen. Dit heeft een soort anti-klitwerking. Je verdeelt het dus over de manen en de staart. En als het dan opgedroogd is, dan is het veel beter doorkambaar. En daarnaast geeft het ook nog een shiny effect. Dus heel erg fijn als je op wedstrijd gaat, zodat de manen en de staart er gewoon mooi verzorgd uitzien. En ook deze is dus van hun eigen merk. Tot slot heb ik nog deze leather cleaning spray meegenomen. En dit zorgt ervoor dat je leer soepel en schoon blijft. En daarnaast verzorgt het leer ook. Dus dat is erg fijn om bijvoorbeeld op je zadel en je laarzen aan te brengen, zodat het er dus goed verzorgd uitziet. En ook deze spray is van hun eigen merk. Zijn jullie nou ook zo enthousiast geworden over de winkel en de producten die ze verkopen? Dan kun je van dinsdag tot en met zaterdag een bezoekje brengen aan de winkel. Of mocht je wat verder weg wonen, kun je ook een kijkje nemen op de webshop. Het linkje daarvan zal ik hieronder in de beschrijving zetten. En als je iets hebt gezien wat je niet op de webshop terug kan vinden, dan kan je ze ook altijd eventjes een mailtje sturen. Want het komt wel eens voor dat iets nog niet op de webshop staat. Jullie kunnen 10% korting krijgen als je de code DANCE gebruikt. Dus ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Daarnaast wil ik jullie allemaal uitnodigen voor de Shopping Night. Deze vindt plaats op vrijdag 8 december van 6 uur tot en met 9 uur. En je kunt onder het genot van een hapje en een drankje en leuke muziek shoppen met heel erg veel korting. Er is sowieso 20% korting en daarnaast zijn er nog veel meer spectaculaire aanbiedingen. Dus mocht je tijd hebben, kom dan zeker weten even kijken. En ik ben er die avond zelf ook, dus als jullie het leuk vinden om mij te ontmoeten, zorg dan dat je er die avond bent. Want ik vind het alleen maar heel erg leuk als jullie naar me toe komen en bijvoorbeeld op de foto willen of een handtekening. Je mag gerust naar me toe komen, vind ik echt super leuk. Dus kom allemaal naar deze avond en geniet van een hapje en een drankje met super veel gave aanbiedingen. Het adres dat zal nu eventjes hier in beeld komen, zodat jullie weten waar jullie naartoe moeten. En dan hoop ik dat ik jou daar ook zal zien. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de video. Vergeet niet eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. En laat hieronder in de reacties weten wat je het leukste product vond dat ik heb laten zien. Ben je nou benieuwd hoe de hele outfit bij elkaar staat? Kijk dan de volgende video die online komt zeker weten even. Want daarin trek ik mijn nieuwe outfit aan tijdens het Oefenparcours. Hopelijk tot de volgende keer. Doei!